In deze video zullen we kijken naar de architectuur van moderne webbrowsers op een hoog niveau. Dus in volgende video's zullen we dan dieper inzoomen, meer concreet op de specifieke elementen van deze architectuur. Maar laten we dus eerst starten met een overzicht op een hoger niveau. Nu, we kennen allemaal dergelijke moderne webbrowsers. Dit is hier een screenshot van de Chrome webbrowser, waarbij we de typische tabbladen herkennen bovenaan, daaronder een grote zoekbalk waar je een URL kan invoeren of verschillende zoektermen kan invoeren die dan verwijzen naar een zoekmachine enzovoort. En daaronder in het grote visualisatie van de inhoud van het huidige tabblad, wat in dit geval een webpagina is. Nu, als je zo'n webbrowser gebruikt, gebeurt er eigenlijk heel veel op de achtergrond. Dus sinds de opkomst van de allereerste webbrowser tot de moderne webbrowser zijn eigenlijk deze moderne webbrowsers zeer complexe stukken software geworden. Dus er gebeurt eigenlijk heel veel tussen de tijd, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker op een link klikt en uiteindelijk de browser een interactieve webpagina toont. Zo zal de browser bijvoorbeeld eerst beginnen met het navigatieproces op te starten, welke dan ook de network stack gaat aanroepen om een HTTP-request te doen. Daarna, op basis van de ontvangen bytes van deze request, zal de browser deze bytes gaan parsen en uiteindelijk gaan interpreteren als een webpagina en die is dan ook gaat visualiseren. En indien de webpagina ook JavaScript-code bevat, kan de browser ook kiezen om deze om te zetten naar een interactieve webpagina, om de gebruiker deze webpagina dan te kunnen laten gebruiken. Nu, de manier waarop de meeste moderne webbrowsers dit allemaal mogelijk maken, is aan de hand van een multiproces-architectuur, waarbij eigenlijk de grootste onderdelen van de webbrowser in aparte processen lopen. Zo heb je bijvoorbeeld het algemene browserproces die verantwoordelijk is voor de user interface. Dus wat eigenlijk mogelijk maakt dat de gebruiker op knoppen kan klikken, op hyperlinks kan klikken enzovoort. Daarnaast kan de browser ook één of meerdere renderprocessen bevatten die verantwoordelijk zijn om verschillende tabs te gaan visualiseren. En je hebt ook nog andere processen, zoals het plugin-proces, het GPU-proces enzovoort. Nu, de voornaamste reden waarom browsers ervoor kiezen om deze verschillende processen te gebruiken, is voor sandboxing. Dus enerzijds is sandboxing nuttig voor veiligheidsredenen, maar anderzijds is het ook nuttig voor stabiliteitsredenen. Dus als een bepaald proces crasht of het loopt vast op de een of andere manier, kan dit proces makkelijk gestopt worden zonder de stabiliteit van andere processen in het gedrang te brengen. Nu, aangezien dat we verschillende processen op het besturingssysteem gaan laten lopen, moeten die verschillende processen ook op een of andere manier communiceren met elkaar. En hierbij wordt typisch IPC, dus Interprocess Communication, gebruikt. Nu, een gevolg, eigenlijk een nadeel van deze meerdere processen, is dat het typisch tot een iets hoger geheugengebruik leidt. Want eigenlijk, een bepaalde infrastructuur moet herhaald worden binnen de verschillende processen. Zoals bijvoorbeeld bepaalde softwarebibliotheken die telkens opnieuw ingeladen moeten worden binnen elk proces. En als je een toestel hebt die beperkte hardware, dus een beperkte hoeveelheid RAM-geheugen heeft, dan kan dit soms wel tot problemen leiden. Nu, achter mij kan je een voorbeeldje zien van de verschillende processen die in de Chrome webbrowser typisch gebruikt worden. Dus hier kan je bijvoorbeeld het algemene browserproces zien, die gebruik maakt van een utility-proces. Ook meerdere renderprocessen, dus verschillende tabs kunnen verschillende renderprocessen gebruiken. Die communiceert dan ook met het GPU-proces enzovoort. Nu, ik wil nog eventjes terugkomen op
op die sandboxing. Dus een van de redenen om aan die sandboxing te doen, is voor veiligheidsredenen. Concrete reden hiervoor is site isolation. Dus het security model van de meeste webbrowsers omvat bijvoorbeeld het zogenaamde same origin policy. Wat eigenlijk verbiedt dat browsers data kunnen delen overheen meerdere sites. Data zoals bijvoorbeeld cookies of bepaalde caches of andere soorten data. Dus dat is voornamelijk voor veiligheidsredenen dat bepaalde programmeerfouten in browsers niet kunnen leiden dat bepaalde data lekt naar verschillende sites. Nu, de browser zal dus verschillende renderprocesses gaan opzetten per site, waarbij een site gezien wordt als een scope van pagina's binnen het tweede niveau van een DNS-domeinnaam. Bijvoorbeeld x.com. En hierin vallen dan bijvoorbeeld foo.x.com en bar.x.com in dezelfde site. Nu, een nadeel van die site isolation is dat het voor webbrowsers een pak complexer wordt als je bijvoorbeeld een webpagina hebt afkomstig van één site die een iframe bevat, die dus een stukje van een andere site kan gaan visualiseren binnen die iframe. Dus in dat geval zal de browser twee renderprocesses opstarten, één voor de algemene pagina, één voor de iframe, en zal via IPC die rendering eigenlijk gecoördineerd moeten worden, wat wel complex kan worden. Nu, een laatste iets wat ik hier nog wil vermelden, is het feit dat veel moderne webbrowsers, waaronder Chrome en Firefox, aan het kijken zijn om die multiprocesarchitectuur om te zetten naar een meer service-georiënteerde architectuur. En dat algemene proces noemen ze soms ook de serviceification. Dus de voornaamste reden dat ze dit doen, is voor die problemen dat ik eerder vermeldde, dat het gebruik van die meerdere processen soms tot geheugenproblemen kan leiden, tot op toestellen die niet zoveel RAM-geheugen hebben, zoals bepaalde kleinere mobiele toestellen of oudere mobiele toestellen. Dus wat er hier concreet zal gebeuren, is dat deze moderne webbrowsers in de toekomst zullen kijken om niet alles noodzakelijk in een apart proces te laten lopen, maar eventueel die services te groeperen in één proces, om zo minder aparte processen te moeten opstarten. En dit zal dan uiteindelijk tot minder geheugenverbruik leiden op die beperkte hardware.